Het is wel heel pijnlijk om te constateren als je dan zo met die hechting, dat je aan de ene kant gewoon ziet dat je iets op aan het bouwen bent voor jezelf, wat, of dat je een fata morgana eigenlijk aan het creëren bent, van ik heb diegene nodig, zou ik liever dan niet meer zijn dan dat ik diegene niet had. En dat je tegelijkertijd ziet, en dat je ziet dat dat helemaal gebeurt, dat het helemaal wordt opgebouwd en dat ergens dat ook, dat grijpen, juist die echte liefde ook ergens een beetje in de weg zit. Want op het moment dat je iemand nodig hebt, voel je minder die ware liefde als dat dat open is en vrij is. En er kan dan wel heel veel frustratie opkomen, van dat je gewoon ziet dat dat gebeurt en tegelijkertijd, en dat je dan dus ook wel wil van, dat je eigenlijk zo duidelijk beter weet, maar dat het dan toch Ja, maar goed, zich, en dan toch koppelen. zo'n luchtkasteel aan het maken bent, dat je gewoon ziet, ik ben een luchtkasteel aan het maken en tegelijkertijd geloof ik er helemaal in. Dus Nee, zo zwart-wit is het niet. Plus, koppel het gewoon aan het verhaal van multi-layered being. En nog iets van, dus sommige lagen hebben daar gewoon behoefte aan, wat we normaliter verbinding noemen. En dat is nog even. Een vermogen om te kunnen hechten, dus niet kunnen hechten, is een psychologisch probleem. Maar voor mij is kunnen hechten op dat level iets anders dan gehechtheid of afhankelijkheid of claimen. Snap je? Dus we moeten ook even de mate van gradatie in de gaten houden. Dus iemand is niet vrij als hij zich niet hechten kan. He's got a problem. Ik kan me heel goed hechten, alleen gehechtheid in de zin van afhankelijkheid en me uitleveren aan de ander en denken dat de ander mij gelukkig zal maken of de basis van mijn bestaan zou zijn, dat is horseshit. Maar ik kan me heel goed hechten. Maar ik kan ook goed onthechten. Maar wat is dan die hechte, wat je zegt, die kan ik wel en die is niet? In de gewone psychologische zin, een verbinding maken met iemand, iemand helemaal toelaten. Daar open voor zijn en dat er daardoor een dans kan ontstaan die langduriger is. En die hechting impliceert niet dat er pijn is op het moment dat datgene waar je aan hecht wegvalt. Ja, maar niet overdreven pijn en geen bestaansrechtsissues. Dus I wouldn't be devastated. It would be sad. Dat is het verschil. Maar het zou geen the end of my world toestand zijn. Ik heb mensen letterlijk horen zeggen, een ex-geliefde ook, toen ik vertrok, van nu is de wereld onder mijn bestaan uit. En toen weet ik nog dat mijn dochter zei van, huh? Je bent toch zelf de basis van je bestaan? Dat kan toch niet een ander zijn? Die was 14 en vrij helder. Dus we moeten oppassen bij dit soort thematieken dat we niet alles op één hoop gooien. Dus een gezonde mate van hechting, dus je kunnen verbinden en openen en dus kwetsbaar durven zijn met een ander mens, daar is een teken van een gezonde socialisatie, let's say. That's a good thing. Op het moment dat het verwort tot afhankelijkheid, claimen, manipulatie, de ander nodig hebben zoals je lucht zou nodig hebben, dan is er iets echt off, wat mij betreft. Dan schiet het door. En dat gevaar zit erin, maar dat is geen reden om maar geen relaties te hebben. Want het is ook heel interessant. En als dat gebeurt? Ja, dan is dat zo, dan kom je daar achter vroeg of later. Je komt er altijd achter. Want of ze gaat weg, of ze gaat dood. Dus dat is ook zoiets, hè? Everlasting love. Lulkoek. Nog los van het feit dat liefde een emotie is en die komt en gaat. Net als woede, je bent ook niet eeuwig kwaad op iemand, right? It wouldn't be a good thing. Of onvoorwaardelijke woede. En de liefde voor het geheel, voor het zijn, of de liefde voor God, herken jij ook? Als voor God sowieso niet, want ik kan moeilijk houden van iets wat niet bestaat. Nee, maar dan voor en ik heb ook weinig liefde voor de groene woensel, al beschrijf ik die. Maar die heb ik zelf bedacht. Het bestaat niet.
Dus daar hou ik niet van. Ik doe op de God van Spinoza eigenlijk. Maar goed. Ja, oké. Okay. Ja. Totality. Ja, dat is een inherent ding aan er zijn. En is dat dan ook die liefde? Ik vind dat een iets te sterk woord. Zou zeggen welwillendheid. Dat vind ik iets opener en minder plakkerig. Ik heb iets met dat woord liefde. Dus, met het woord God. Ja, dat sowieso. Maar ja, dan kunnen we ook zeggen, iemand die zei ooit van, ik ben een atheïst. Wat bedoel je? Ja, ik geloof niet in veeën. Nou, op dezelfde manier ben ik een atheïst. Ja, dat is vrij briljant. Ik denk dat Sam Harris was, of een vriend van hem. Dus als je daar het geheel mee noemt, bedoelt, ja, er is een welwillendheid voor en een lichtelijk gevoel, al is dat raar, want ik ben dat zijn zelf namelijk, maar er zit een sense of dankbaarheid. En die is soms wat sterker, soms wat minder. Dus als ik eens een lieve heersbeestje zo zie lopen, dan neemt dat wat toe. Niet altijd. Hangt van zijn karakter af. Of vogeltjes. Ik hang altijd van die shit op voor die vogel. Het kost me 100 euro's per jaar. Maar ik vind het gewoon erg leuk om naar ze te kijken. Ik noem het mijn kleine gevleugelde vriendjes. Die bijen ook trouwens. Dus dan zet ik die tuin vol met bloeiend spul. Kost me allemaal kapitalen. Maar ja, al die boeren in de omgeving, die maken die beesten af. Dus ja, you gotta do something. Als je ze wil zien tenminste. Want het is allemaal zelfzucht, hè. Niet dat ik een milieufreak ben. Ik wil gewoon die krengen zien, want daar word ik blij van. Het is allemaal voor mij. En wat bedoel je dan met welwillendheid? Gewoon een welwillendheid. Die is gewoon outpouring, let's say. Basically naar alles en iedereen die ik zie. Of alles waar ik meemaak, of er is een welwillendheid en het is welkom, zeg maar. Maar liefde, dat ik er nou van hou, of dat het over iets is om over naar huis te schrijven. Nee, dat heb ik nou ook weer niet. Behalve in sommige momenten. Maar een verwondering, dat is... Ja, precies. Ja. Dus die treedt af en toe op, verwondering, dat is ook een term die vaak opkomt. Maar er zijn ook hele andere, en die lagen, die dan wat actiever zijn, en die zijn lichtelijk grumpy. Dus hè, dan is er welwillendheid en verwondering, en dan, Jesus Christ man, we zijn nog dommer dan ik al dacht. Dan hoor ik weer iets, of ik lees wat, weet je wel, of ik zie iets wat iemand weer uitgevreid heeft, en dan dacht ik, dat ik een gore geest had, maar hier was ik nog nooit op gekomen. Echt serieus. Nou, dan kijk ik even een stukje Frank Zappa en dan denk ik, oh ja, maar er is ook af en toe een genie. Heel veel middenmotors en heel veel mensen, je denkt, composteren die handel. Maar je hebt ook af en toe, je denkt van, wauw, heerlijk. Dus ik loop niet de huidige dag liefdevol in verwondering, blissvol te wijzen of zo. Godzijdank niet. Dat zou ik heel vermoeiend vinden. Ja, door Schopenhauer die adviseert eigenlijk ook om tegen, zeg maar, de wil van de schepping in te gaan. Ja, hij probeert hem op te heffen, ja. Hij gelooft dat er een mogelijkheid is de wil op te heffen. Kun jij daar iets mee? Ja, constateren dat hij het verkeerd heeft. Want zelfs als dat zou gebeuren, en dat kan gebeuren, is dat diezelfde wil die zichzelf wil opheffen. Dus there's no way around it. Dat is net zo'n waarheid. Dus je had een waarheid te pakken. Hè? In plaats van te zeggen alles is zijn, kun je ook zeggen alles is wil. En dan gaat het niet over jouw persoonlijke wiltje. Jouw hele organisme is een uitdrukking van de wil. Dat is een onpersoonlijk, complexe, gemengde kracht, let's say. En die wil, en dat sluit vrij goed aan bij dat multilayered being gedoe, die drukt zich op verschillende mensen uit door allerlei organismen, maar ook door één organisme. Daar worden verschillende van die vertakkingen van die ene wil in uitgeleefd. Daarom wil je bijvoorbeeld rust en veiligheid, maar ook avontuur. En daar zit een spanning tussen.
En je wil vrijheid en veiligheid. Dat is de tension. Dus iedereen is een wilsmachine die op meerdere niveaus en vlakken tegelijk functioneert. Daarom zijn we ook allemaal een vat vol tegenstrijdigheden. En ervaren we niet per se dualiteit, maar wel polariteiten. Een hele bundel aan polariteiten. En een tijdje lang kun je in een levensfase komen dat je dingen onderzoeken en ondervinden. Vooral jonge mensen, misschien niet nu, maar normaliter. Dan experimenteerdrang en creatief en dingen ondernemen enzovoorts. En dan op een gegeven moment dan wordt het wat stabieler allemaal. Dan ga je wat meer hechten aan een beetje kalm. En vooral bij dames, als je dat nog mag zeggen, die is deze. Ja, dat mag ik, is mijn zat zijn. Op het moment dat er kids komen, dan gaat de hang naar een beetje meer veiligheid en zekerheid toenemen. En it makes sense. Want die dingen die in een chaotische of gevaarlijke situatie is niet zo handig. Weet je wel, dus die gaan de boel een beetje temperen, waardoor soms dan die venten een beetje verveeld raken. En ja, die doen dan soms dingen die mogen dan niet. En nou ja, dan krijg je allerlei interessante, maar het zijn allebei. Hè, dus als twee mensen bij elkaar komen, ook als het twee van dezelfde aard zijn, dat maakt verder niet uit. Het zijn twee wilsmachines die dus zelf al conflicterende, gepolariseerde dingen in zich hebben, maar die ander ook. En ze kennen elkaar eigenlijk nooit. Zichzelf niet, maar elkaar ook niet. En dat gaat dus heel leuk op elkaar in. En dat is dan relatie. Het is fascinating. En als je er meer bij elkaar doet, het is family. En dan wordt het nog complexer. Oeh, that gets fucked up pretty easy. Maar ze hebben geen van allen door dat ze gewoon wilsmachines zijn. En wat jij wil, is niet beter of slechter dan wat ik wil. Het is anders. Daarom anderen altijd. En dat mag dan niet, want ik heb een beeld van jou gevormd en dan moet jij zo zijn. Maar mijn beeld is off, want ik hou allerlei dingetjes buiten het beeld. En sommige die weet ik ook gewoon niet. En van andere dingen denk ik van, die verander ik nog wel. Ook vooral dames hebben die neiging. Die kerels die hopen gewoon dat iets overgaat, hooguit. Of juist dat bepaalde dingen nooit overgaan. Idiot. Of course they do. Want het hele bolwerkje, dus dat wilsorganisme, is ook nog veranderlijk. Er is geen vast iets in te vinden. Dus it changes in time. Weet je wel? Oh man. De kans dat een relatie goed gaat is echt nul. En misschien dat hoe beter je dat doordringt, hoe meer er kans is dat het in ieder geval langer dan 3 weken duurt. Anders is het trouwens geen relatie. Esther Perlman die heeft daar wel leuke dingen over. Van je hebt love stories en je hebt life stories. En they're different. En je kunt niet met iedereen met wie je een leuke love story hebt, een life story maken. It's a different ballgame. Andere wilsaspecten, andere values zijn van belang. We don't get that. I never got that. Goh, best leuk zo, samen, niet? Al praat ik de hele tijd. Ik zo'n hekel aan mensen die de hele tijd aan het woord zijn. Vreselijke types. Narcistisch, exhibitionistisch, bedwijters, arrogant. Ik put even uit de reeks kritieken die ik wel eens krijg. Daar ben ik al blij mee. Maar het komt nooit veel verder dan dat. En het wordt nooit onderbouwd ook. Dat is jammer, daar ga ik zelf een onderbouwing voor schrijven. Dat heet dan meer arrogant of zo? Pardon? Dat heet dan meer arrogant? Ja, ja, zeker. Nou, mooi toch? Ben ik ook. Ik beken. En? If you don't like it, fuck off. Kijk dan naar wat anders. We hadden het net over dat beeld, dat je dan spiritueel goed bezig bent. Ja. Dat je dan lief mocht. Of ja. Liefde vol. Nou, moet je eens naar mij kijken. heb niet echt geholpen. Je zit ook eerder bij mij, omdat eerder asociale mocht dan? Nee, niet asociale, ik denk eerlijker.
En dat wordt niet altijd geapprecieerd. Al moet je ook niet altijd alles zeggen wat je denkt, maar dat heet lomp. Maar we hebben wel de neiging om eerlijker te worden en directer en minder geduld te hebben met idiot. It's a waste of time. Idioten en dode paarden. Weet je wel, daar heb je niks aan, moet je ook niet aan gaan lopen trekken. Gewoon overheen stappen, wegwezen, het stinkt ook nog. Ik merk dat ze af en toe minder geduld hebben. Voilà. Is wederzijds. En kijk, als je een beetje vordert, dan kun je ook beter alleen zijn. Dus dat kan een goede uitweg zijn. Want zodra je dat merkt, dat die irritatie opkomt, ga even ergens anders zitten. Nee, liever worden, dat is voor boeddhistische christenen. Die doen ook meestal nog aan yoga. Maar toch zit er vaak iets in jezelf dat je altijd aardig gevonden wilt worden of zo. Ik heb dat niet. Ik vind dat wel prettig. Daar gaat het niet om. Ik zit niet moedwillig mensen tegen de haren in te strijken, maar basically I don't give a shit. En als je me al aardig vindt, vind me dan aardig om hoe ik ben, feitelijk. En niet om wat ik voor ben. Dat heb ik geprobeerd vroeger en dat is verschrikkelijk. Kost wel energie. Ja, en je moet er allerlei maniertjes op nahouden, onthouden wat je tegen wie zegt. Weet je wel, dat vind ik allemaal veel te ingewikkeld en besteed. Wat erachter zit is natuurlijk toch vaak de angst om afgewezen te worden. Ja, uiteraard, natuurlijk. Of in contact te komen met een gevoel van ik ben niet goed genoeg. Ja. En dat verhullen we dan door een hoop knuffels bij elkaar te manipuleren. En dan zeg ik hou zo van jou. Mm-hmm. Ik hou zo van jou zolang jij mijn ego knuffelt. En ik de jouwe kan knuffelen. Nou, dat hoeft voor mij niet. En dat wil ook niet zeggen dat ik iets tegen knuffels heb. Maar echt te graag. En anders, because I don't need it. Ik vind een hoop dingen prettig, maar ik heb ze niet nodig. Maar bij jou zit er dan ook niet de angst dat je gewoon uiteindelijk in je eentje in dat bos nee. Of waar je zit? Nee. Oké, dat zit je allemaal oké. Dat zou ook oké zijn, maar die kans is vrij klein. Mensen hebben de neiging om op mij af te komen. Kijk. Ik ben echt niet aardig, maar ze komen van heinde en verre naar me toe en ze betalen er ook nog voor. Ik ben gewoon op een bepaalde manier, dat was ik al trouwens voordat ik leraartje was, want sommigen die hebben dan dat verkeerd om. Van ja, als leraar heb je makkelijk praat. Nee, ik was zo en daar is dat leraarding uitgerold. Weet je wel, en dat was vroeger ook al zo en toen wist ik nog helemaal niks. En er waren altijd mensen die bij me rond wilden hangen. Dus die vrees zit hier ook niet. En ook in het vele verhuizen in mijn leven waar ik mee maakte, van ja, obviously verdwijnen dan een x-aantal contacten. Hè, die anderhalve echte vriend, ja, die maakt de afstand niks uit. Weet je wel, of voor jou maakt dat niks uit, maar een heleboel prettige bekenden, ja, die raken uit beeld. Maar er is nooit de vrees geweest dat ik dan niet andere mensen weer zou ontmoeten. Daarbij komt nog een vervelend trekje. De meeste mensen, als je die een paar jaar kent, nou, dan weet je het wel. Ja, niet dat ik mezelf zo spannend vind, maar ja. Dus zo erg is het ook weer niet als het af en toe eens een beetje ververst wordt, zeg maar. Dan heb je weer wat nieuwe verwondering, let's say. Oh, oké, okay, zit jij zo. You tick this way, oké. Als je dat echt aardig door begint te krijgen, dan gebeurt er weinig. Te weinig verrassends meer. En ja, dan krijg je weer die kant waar ik het eerder over had. I'm easily bored. Als ik denk, wat niet altijd klopt natuurlijk, dat ik iets door heb. En dat schijnt ook al, heeft mijn moeder verteld toen ik klein was op school. Als ik dan denk iets door te hebben, dan handje opletten. Huh? Was er iets interessants dan? Daar buiten uit het raam was leuker.
Of waarom ook op een stoel zitten de hele dag eigenlijk. Kunnen we niet rondrennen of weet ik veel. Vogels kijken. Something. Something that doesn't talk or require anything from me. Je moet je sommetjes leren. Fascinerend. Nou, hier hebben we die sommetjes. Kunnen we er niet uitsturen. Hans, ben je er oké mee als je je verveelt? Ja. En er zijn altijd 40 goede boeken die ik heb liggen. Dus. Dat is altijd. Ja. Maar niet voor de afleiding, maar... Gewoon uit interesse. Als ik me echt verveeld voel, wat niet zo vaak is trouwens. Het is heel moeilijk voor me om me echt te vervelen. Maar als ik me echt verveeld voel, heb ik ook geen zin om die boeken te lezen. Ja. Dat hoort bij het verveeld zijn. Dan heb je gewoon nergens zin in. Het lijkt een beetje op een lichte depressie. Ja, ik ken het. Ja, ik deed daar vroeger aan. Maar dan niet licht, maar in de zwaargewichtcategorie. Weet je wel, dus daar lijkt het dan een beetje op. Nou, dan zit ik gewoon een uurtje een beetje, en ik noem dat dan grumpy. Zeg gewoon een uurtje grumpy te zijn. Ja, het houdt nooit stand, hè. Dat weet ik ook. Of dan loop ik naar buiten en dan rook ik peukje en dan zie ik die vogeltjes weer. Fuck! Dan is die stemming weer weg. Ja, ik word al blij van. Ik kan niks aan doen. Of ik ga iets nuttigs doen. Want je kunt je ook heel verveeld voelen en onderwijl stofzuigen. Dan is in ieder geval de troep weg. Dus dat doe ik dan vaak. Kun je ook zien bij ons dat ik dat niet zo vaak heb. Gelukkig gaat Kasia vandaag, zij ze tenminste stofzuigen. Dus. In het begin van, ik heb ook best wel een saai leven ofzo. Ja. En is dat dan, denk jij, hoe jouw poppetje gewired is? Of is dat uiteindelijk een voortvloeisel van het feit dat er niet meer zoveel beweging hoeft te zijn? Ook, ja. Omdat het op een andere laag gebeurt. Ja. En op een gegeven moment, als het leven je niet even een zet geeft, dan je hebt gewoon je voorkeurspatronen. Nou, en ik weet vrij goed de balans tussen dingen, hoe ik die prettig vind. Dus de hoeveelheid werk en vrije tijd bijvoorbeeld, hoe een dagindeling gaat. Niet dat ik erover nadenk, maar het loopt een bepaald muzikaal patroon af die mij goed past en blijkbaar ook bij Kasia goed past. Dus dat conflicteert niet veel. Dus in die zin is dat dan saai. En ik zeg die dingen ook gewoon half uit een grap. Want ik zelf beleef het niet als saai, weet je wel, hoewel saaiheid ook af en toe kan opkomen, omdat ik, ja, ik ken dit wel. Tegelijkertijd zit het precies in de beweging die past bij dit organisme, dus ik doe niet te veel en niet te weinig op welk vlak dan ook. Why would I? Hij is niet bezig met iets te bereiken behalve een optimale... expressie van mijn zo zijn, om het maar eens. Daar is eigenlijk primair het doel, voor zover er al een doel is. Weet je wel, en ja, de dingen die lijnen zich dan uit op een bepaalde manier. En het voordeel is dat dat dus heel veel ruimte en rust geeft. Het nadeel dat hij dan af en toe zoiets heeft van, gebeurt er nou eens wat? Dit poppetje is, ik zoek altijd projecten. En ja, super grappig. Maar hoe moet je voor een partner? Maar het is echt... Nou ja, het is ook voor mij wordt het echt soms gewoon te veel, weet je wel. En dan toch tegen beter weten in, voordat ik het überhaupt besef, zoek ik weer zo'n project op. En dat doe ik al mijn hele leven, maar het is niet handig. Dus ik dacht, goh, ja. En dan denk ik aan zo'n dorp, hè, aan die gelaagdheden. En zo'n dorp, denk ik, ja, het is ook maar weer dan een groepering blijkbaar. Ja, die je blijkbaar iets te veel ruimte geeft. Dus een tip kan zijn, de volgende keer dus niet gaan zeggen van projecten zijn niet goed. Maar als er weer eens zo'n neiging opkomt, stel het eens een maandje uit. Ja. En kijk eens of het over een maand nog een goed idee lijkt. En wees eens even meer met ruimte, leegte, verveling. To see what will happen. Want verveling, dat klinkt altijd negatief, maar verveling, of anders gezegd leegte, is de basis voor creativiteit. Als ik geen leeg canvas heb, dan kan ik niet schilderen. Weet je wel, als
die track in de recorder niet leeg is, kan ik geen song maken. Als de pagina niet wit is, kan ik geen boek schrijven. Weet je wel, dus it's not a problem. Vervuiling is een tussenfase voordat er iets van binnenuit gebeuren wil. So it's pretty good. Ja, dat is ook, ja. Ja. En ik snap die, en ik ben wel eens in die tussenfase, maar dan zit daar nog weer iets onder wat aan de ene kant heel erg trekt en aan de andere kant denk ik, wow. Ja, natuurlijk. We hebben daar vrees voor. Ja. Dus het kan eens leuk zijn om daar een tijdje wel naar te kijken. En je zou het dan zelfs een project kunnen noemen. The boredom, the boredom project, part one. Dat is wel leuk. Ja. Dus ook vanuit dat concept van die meerdere gelaagdheid. We hebben vaak de neiging om bepaalde lagen van onszelf nog onder te houden. En vroeg of laat zul je er toch aan moeten geloven, to go there. Want we moeten niet vergeten dat wat onbewust in mij blijft, het stuurt me. En ik kan wel proberen het buiten beeld te houden of net te doen alsof het niet belangrijk is. Maar het gaat zich in andere lagen bewegen en daar de boel een zetje geven of vervormen. Dus je kunt dat een hele tijd volhouden om die dingen die eigenlijk dus van het onderbewuste naar het bewuste willen komen, om die weg te houden, af te leiden. Weet je wel, een gouden wijntje en dan gaat hij wel weer. Whatever wat je techniek is, mindful gaan zitten wijzen. Dat is ook een perfecte manier om allerlei dingen die veel belangrijker zijn rond te houden. Open up to it, weet je wel. Get to know yourself. En er zitten ook wringende of interessante of een beetje duistere componenten. En soms zijn ze alleen maar duister omdat ze nog onbekend zijn voor je. Je hebt ze nog niet in je licht laten komen, let's say. You don't even know what it is. Weet je wel, maar het beïnvloedt je wel de hele tijd en het kan voor onvrede zorgen. Omdat je ergens weet dat je bepaalde lagen of aspecten van jezelf niet aan bod laat komen. Uit veiligheidsoverwegingen of liefde. Of bang om een ander te kwetsen en dat soort sales pitches. It's crap. En het is zonde, want er zit een bak energie in. En pas als je die opdelft, om het zo maar te zeggen, of laat komen, kun je werkelijk gaan zien wat het is. En je eerste indrukken zijn weinig waard. In de wereld zeggen ze, de eerste indruk is goud waard, nou hierbij niet. Want je eerste indrukken die zullen gebaseerd zijn op angst en behoudzucht. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld met een stuk leegte in aanraking komt, dan krijg je die koudwatervreesreactie. Je steekt je voet erin en je rent gillend weg. Want leegte is eng. No, it isn't. Alleen at first contact ziet het er leeg en saai en vervelend en eng enzovoorts uit. Maar leegte is fantastisch. Alleen die oppervlaktelaag van leegte voelt vervelend. Als je daar door bent, dan blijkt het openheid te zijn. En it's brilliant. Bijvoorbeeld, dus de eerste indrukken, weet je wel. Mensen drie keer er echt in voordat er ook maar een paar noties in je opkomen die iets waard zijn over het te ontginnen gebied. Want je zult alles beoordelen vanuit de oude setting. En die oude setting houdt over het algemeen niet van verandering. Eenzaam is een heel groot ding voor mij. Mm-hmm. Het regeert mijn hele doen en laten inderdaad. Mm-hmm.
En ik probeer er iedere keer mee te zitten. Good. En het blijft maar iedere keer terugkomen. En ik weet gewoon niet wat ik daar aan mee moet. Er zit heel veel weerstand op. Ja, voilà. Dus dan proberen we er wel mee te zitten, maar we zitten er alleen mee om er van af te komen. Dus we zitten er niet mee. Dus we zitten er wel mee, maar we zijn er niet mee. Dus wat er van belang is om dit niet als een monster te zien, maar zoals ik in ik denk, handvol schuiven zei, maar dan over angst in dat voorbeeld. De angst is niet het probleem of een monster, het is de guru. En dan ligt een pot goud daar. Angst of eenzaamheid in dit geval is niet een monster of een probleem, maar het is de guru. You gotta go there en je moet dat of het de waarheid ontfutselen. But it's not an enemy. Maar ik krijg die pot goud pas op het moment dat ik er werkelijk open inga en bereid ben om onderricht te worden. Door de Lord of Loneliness. Let's say. Or the Goddess of Loneliness. Whatever. Or the non-binary. Twin Spirit. X. It's. Them. They. Confusion. Dus het volledig toelaten. Yes, yes. En dat gaat stap voor stap. Nooit in één keer. Want dat is een ander ding als we niet werkelijk vanuit open, en dat is geen kritiek, want het is logisch dat we er bang van zijn, everybody is, weet je wel, dus, maar pas als we werkelijk open zijn, dan zijn we ook van tijddruk verlost, dus dan doet het er niet meer toe of dit, deze ontdekkingstocht of interactie met die guru een week duurt, of een jaar, of de rest van mijn leven, de tijdlimiet gaat eruit, het gaat erom, welke les kan ik nu, in deze interactie, mijn eigen maken. Net als leren gitaar spelen. Deze noot. Vandaag wil ik alleen maar de gies op de G-snaar goed leren. Niet ergens anders. Eén noot. En pas als die perfect is, krijgen we nog een noot. Zoals ze vroeger de echte fluitspelers leerden spelen. Eén noot goed. It might take a year. Het voordeel is wel dat die tweede en de derde en de volgende een stuk beter gaan. Maar we hebben vaak vanuit, dus omdat er deels of grotendeels een weerstandmodus in zit, hebben we dus tijddruk erop. Van oké, als ik er dan in moet, dan moet het vandaag in één keer boem en dan klaar en dan nooit meer. Ja, graag. Dank u. Dus dan gaan wij de guru voorschrijven hoe die zijn cursus in elkaar moet zetten. Die speciaal op ons lijf geschreven is al, maar het gaat dan niet snel genoeg. Of de sequentie van opdrachten en interacties, die moet anders. We weten het altijd beter. Except we don't. Het is al eindje, en daarom heb ik het vaker gehad over eenzaamheid, waar iedereen probeert uit de buurt te blijven. Je zou kunnen zeggen, als je lelijk kijkt, dat alles wat wij doen, ervoor is om alle andere tweevoeters te laten merken dat we weten waar het over gaat en dat we erbij horen en dat we're okay. Oftewel, don't reject me. Alle spulletjes die we kopen, kleertjes die we dragen, de dingetjes waar we over babbelen, onze materiële en sociale positie. De basis ervan is alleen maar om de goede gemeente te laten zien, I'm okay. Ik hoor erbij. Dus het is een dingetje wat vrij diep gaat. En begrijpelijk ook, biologisch gezien, we zijn sociale apen. Dus I get that. Maar er zitten hele lagen overheen die behoorlijk goed gesloopt kunnen worden. Want een van de basisdingen is van, als ik echt helemaal mezelf ben, dan word ik uitgekost en nobody will love me en ik eindig in de goot en I'm gonna die. Dat dacht ik ook vroeger, voordat er iets begon te draaien. Nou, het tegendeel bleek waar. Ik moet dagen afstrepen, anders zie ik iedere dag mensen. En dat zou vervelend zijn. Ik ben heel lang eigenlijk best heel alleen geweest, zoals een soort kluizenaar. En nu heb ik heel veel sociale contacten. En ik ben het bewust allemaal aan het opzoeken en uitbouwen. En dat gaat eigenlijk heel goed. Mensen vinden me heel lief en zo. Ja, dat ben je ook. Maar,
En heel raar dus, dat de eenzaamheid nog veel groter is. Nee, dat is helemaal niet raar. Als toen ik ineentje... Het is helemaal niet raar, want je komt erachter dat de boel invullen met sociale contacten niks aan dat cruciale probleem doet. En toch is het beter dat er contacten zijn. Ja, dat voel ik ook wel. Alleen het lijkt wel of het monster steeds groter en steeds massiever wordt. Goed. Zie het als een goed iets. De guru begint zich op te dringen. Hij wordt een beetje... Je dacht dat jij ongeduldig was. Nou, hij begint knap ongeduldig en lichtelijk geïrriteerd te raken. You're trying to dodge my bullets all the time. Die zijn voor jou. Get on with it. En de helft van het monster is overigens gewoon alleen onze angst voor de angst. Dus die kun je al... Ja, dat is want soms dan voel ik... Dan loop ik naar de voordeur en dan denk ik... Oh shit. Komt er gewoon aan. Gewoon... Helemaal. Heel... Echt. Ja. En het sluit al aan, deze thematiek, maar wat ik in het begin even liet vallen, van you're alone. Ja. Dus het is ook realiteit. Maar alleen zijn is iets anders dan eenzaamheid. Ja. Dus ik weet dat ik alleen ben, in die zin. Maar ik voel me niet eenzaam. Ook niet als ik alleen ben. Nee. Ja, je kan altijd wel goed alleen zijn. Dit is een heel ander... Yes, exact. En dus... Zou dat interessant moeten zijn om het uit te zoeken, want er klopt iets niet. Ja, dat is duidelijk. Ja. Yes. dit hoeft dus niet. Dit klopt niet. Right. Dit is maar, helemaal fout. Ja. Nou, niet dat ding zelf, maar de opwekking van het gevoel van eenzaamheid klopt niet. Maar het komt ergens vandaan. Dus een ingang kan zijn, oké, welke elementen heb ik nodig om een gevoel van eenzaamheid te creëren en in stand te houden. Wat is daarvoor nodig? Investigate. Er zijn een aantal overtuigingen bij betrokken, niet maar eentje, een paar. En als je die goed groepeert, dan doet het dit. Er zijn ook een paar gevoelssensaties bij betrokken, of echo's van het verleden. Weet je wel? En als die goed gegroepeerd zijn, they create the monster. Maar het is een samengesteld iets. Alles wat wij kunnen kennen is samengesteld. Er zijn geen dingen die één zijn. Of een geheel. Of ja, wel een geheel, maar die bestaan uit elementen. Als ik die elementen te pakken krijg, je hoeft uit een functionerend gebeuren maar één of twee elementen te halen. Net, let's say, een horloge. Eén radertje eruit of één staafje en it doesn't function anymore. Maar wij zitten vaak naar dat hele ding te kijken. Ik heb altijd de neiging, als er iets zich manifesteert wat ik niet begrijp, to break it down. Uit welke componenten bestaat dit? Als je bijvoorbeeld neemt van, er komt een hele bak herrie op je af. Dus muzikale herrie. Ah! Oké. Wat doen de contrabassen? Weet je wel, wat doen de violen? Weet je wel, wat doet de fagot? Als je die allemaal uit elkaar haalt, dan komt er al gelijk maar veel meer ruimte bij. Want het is niet één bak herrie, het is een samengesteld iets. You can break it down. En wij doen dat niet, want we zijn veel te geïnvesteerd in ons dingetje. Gefascineerd door onszelf en de gevoelens die het opwekt. Bij mij ontstaat er meteen een soort backing off. En ik ga helemaal geen enkele beslissing nemen totdat me duidelijk is hoe het werkt. Want als ik niet weet hoe het werkt, is iedere conclusie voorbarig. Dus wil ik weten uit welke elementen bestaat dit. En of dat dan een uur duurt of 3 weken, I don't give a shit. Maar ik ga gewoon niks doen voordat ik weet hoe dat in elkaar zit. You can do that, you're not stupid. Had jij niet in het begin dat dan te overweldigend was? Soms. En dan... Verdraag je dat even en keer je er naar terug op een moment dat je wat meer open of kalm bent. Dus denk ik, nou ja, ik had dat het heel overweldigend was en als er dan een klein wakje in zat of zo, dan ging ik even kijken of iets niet klopte. En ik kon nooit iets vinden wat niet klopte en dat gaf altijd al rust. Yes, yes. Maar het was wel meestal te overweldigend om dat een beetje in stukken te gaan... Sure.
Maar toch, die neiging om dat te proberen, die zat er al vrij snel op. En ja, uiteraard lukt dat het ene moment beter dan het andere. En deze die was net zo bang voor allerlei dingen als wie dan ook. Alleen ik had wel zoiets van blijven wegrennen en wegduiken of me blijven afleiden. It doesn't work. Dus ik zal er toch op af moeten en I gotta figure it out. Dus op een rationele manier de dingen... Nee, ook voelen en ook luisteren. Dus het is ratio gevoelsmatig contact maken, je intuïtie open hebben, ook open zijn voor opmerkingen of dingen die je leest van derden. Anything that can be useful. Je hebt het allemaal nodig. En dus alleen voelen is niet genoeg, alleen denken, voor zover we dat al kunnen, is niet genoeg. Alleen intuïtie is niet genoeg. Je hebt het allemaal nodig om het binnenste buiten te keren en tastend en luisterend en voelend en proevend. En vooral als het een big ding, groot ding is, weet je, als het iets simpels is, nou, dan kan soms één, dus iets goed doorvoelen, een klein dingetje, nou, en it's gone. Of nou, je hebt dan een klein dingetje en oh ja, dus dit verhaaltje. En op een gegeven moment doorzie je het verhaaltje, dus dan sloop je de overtuiging. En dan flikkert die ook uit elkaar. Maar sommige dingen die zijn net als dit. That's pretty primal, man. It'll take a while. En dat heeft je hele wezen, alles, je hele instrumentarium nodig. Ja. Pauze. Goed idee.